Wie een verzekering heeft aangesloten bij de basiszorgverzekering of bij het staatsziekenfonds, wordt onnodig opgezadeld met betalingen en bijbetalingen. Dat zei Siegmien Staphorst, lid van de Sociaal-Economische Raad, vandaag op de openbare vergadering van de Zorgraad. De Zorgraad adviseert de regering over de zorg. Ze houdt ook toezicht op de wet basiszorgverzekering. Tijdens de openbare vergadering is er een discussie gehouden over de actuele ontwikkelingen binnen de zorg. De SER presenteerde enkele knelpunten in de sector. Staphorst zei ook dat de wet op basiszorgverzekering nog onvoldoende wordt uitgevoerd. En verder hebben we geconstateerd dat er gekeken moet worden naar de functies van de onderraad en de zorgraad, omdat daar nog het een en ander moet worden. Korte termijn adviezen, we gaan verder, dus dat probeert wat te maken met wat DGT zegt geen wet. We constateren ook dat er garantie moet zijn voor essentiële geneesmiddelen in het land en dat heeft ook te maken met de wet. Vergroting van de beschikbaarheid van nodige medicamenten voor patiënten via de apotheken. Dat is een van de constateringen dat dat niet in orde is. Staphorst heeft de regering ook geadviseerd om de rol van het staatsziekenfonds te evalueren. Het SZF is de grootste zorgverzekeraar in Suriname. Verder is door ons geconstateerd dat het nodig is dat de transparantie in de besteding van overheidssubsidiemiddelen door diverse instellingen verbeterd moet worden. Wat financiering betreft zeggen wij het is nodig dat er vergrote investeringen komen van de overheid in de primaire gezondheidszorg. Tot zover Siegmien Staphorst van de Sociaal-Economische Raad. Ze heeft vandaag een presentatie gehouden op de openbare vergadering van de Zorgraad. Staphorst heeft geconstateerd dat de wet basiszorgverzekering nog onvoldoende wordt uitgevoerd. De vergadering is gehouden in het Lalaroek-gebouw.